Welkom bij Crystal Helder. Welkom bij deze vijfde Halloween special, waarin we de schaduwkanten gaan bespreken. Laten we gaan kijken. We beginnen met de elf van de Mallemolen. Het is weer zover. Dus er is iets herhalends. Prinses van de Zee. Krachtige persoonlijke groei. Nou, dit moet ook gebeuren voor deze groei en ontwikkeling van jou. En dan hebben we de drie toverkolletjes. De kracht van drie. Nou ja, ik kan het even niet goed ontcijferen. Volgens mij staat daar kolletjes of rolletjes. Toverrolletjes of toverkolletjes. Het maakt ook niet uit. Het is altijd lachen met mij. Het is weer zover. Dus er komt een herhalend patroon. Of die is bezig voor jou op dit moment. En dit heeft... Dit gebeurt voor jouw persoonlijke groei. Hè? Je persoonlijke groei en ontwikkeling. En wat gaan we daarbij doen? Deze. We hebben de vessel, we hebben Thanatos, dat is de dood, en de warrior. Okay. Dus het is weer zover, heeft misschien te maken met iets fysieks, iets lichamelijks. Een krachtige persoonlijke groei krijgt dus de doodkaart. En ja... De dood en wedergeboorte, dus het gaat door een transitie heen. Je kan dus fysiek door een transitie heen gaan momenteel. Okay, en dan de warrior, de kracht van drie. Dus driemaal versterkt. Ik krijg ook iets door van driemaal scheepsrecht. Dus het kan zijn dat dit nu de derde keer is dat dit gebeurt met jou. Interessant. We gaan kijken wat het dan is wat er voor de derde keer gebeurt. Dus er is iets wat voor de derde keer fysiek iets gebeurt. He, dus iets in jouw wereld. Dus niet energetisch. Het is niet iets mentaals. Het is echt iets wat op jouw pad verschijnt. Echt een fysieke uitdaging. Oké, wat mag ik zien bij de elf van de Mallemolen? Chariot. Nou, zij zit ook daar op dat paard. En daar is dus beweging.
Of je moet in beweging komen, dat zou ook kunnen. Krachtige persoonlijke groei krijgt de 7 van needles, dat is de 7 van zwaarden. En de 10 van potions, de 10 van bakers. De 7 van zwaarden spreekt over leugens en bedrog. En dan hebben we de overvloed in liefde kaart. Krachtige persoonlijke groei. En dan de kracht van 3. De ridder van zwaarden. Ja, krachtige energie, want dat is wel de ridder van zwaarden. Hè? Dus krachtig vooruitgaan, dus in beweging. Ja, die 10 van bekers spreekt voor mij als overvloed in zelfliefde. Ja, dus je kiest voor jezelf, waardoor je dus in beweging komt. Je moet misschien wel in beweging komen nu. Want je wilt uit een bepaald patroon stappen. De vessel, wat zegt die? De 5 van munten en de 6 van candles. 5 van presents en 6 van candles. 6 van staven, dat is de overwinning. Overwinning van een bepaald gebrek. Aas van potions, dat is de aas van de aas van bekers. Je hebt al de 10 van bekers, aas van bekers. Dus het kan zijn dat hier iets dat het te maken heeft met de liefde. Zelfliefde voel ik voor nu vanwege het lichaam hier. De aas van needles, dus nog een aaskaart. Aas van zwaarden, de realiteit zien. Dat jij krachtiger bent dan je zou denken. Of je bent nu zeg maar op jouw krachtigste energie om nu uit een bepaald patroon te stappen. En dat patroon heeft te maken met iets lichamelijks, of in ieder geval in jouw fysieke wereld. Iets wat jou gebrek geeft. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Dus daar gaan we zo meteen wel op inkijken. Maar wat ik hier zie is dus die 10 van bekers en die aas van bekers. In de liefde voor jezelf. Het heeft te maken met jouw persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik heb het gevoel dat je lichamelijk door een dood en wedergeboorte heen gaat. Om uit gebrek te komen. En daarvoor moet je dus in beweging komen. Oké, ik ga even wat kaarten verklaren hier. Nee. Mag ik zien bij het is weer zover met de chariot. Even wat dieper kijken alsjeblieft. Wat is er weer zover? Dit is de 4 van munten. 4 van munten spreekt over ergens aan vasthouden. Iets dicht bij je houden, een soort comfort. Zeven van munten. Het kan iets materialistisch zijn hè, met de muntenkaarten. Je vasthoudt aan geld.
zou kunnen, want je hebt de 5 van munten hier liggen, dus dat is de gebrekkaart. En de 9 van staven. 9 van staven is een kaart die zegt dat het al heel lang duurt. Je bent vermoeid en er moet beweging komen. 7 van munten zegt je staat stil. Afwachtende houding. Het kan zijn dat het te maken heeft met financiële omstandigheden. Wat je een beetje laat verslonzen. Dat het nu voor de 3e keer dus gepresenteerd wordt. En dat je een situatie moet aanpakken hierin. Misschien kom je voor de 3e keer in schulden terecht. Dat zou kunnen. Hè, in gebrek. Ja, en dan die 10 van bekers met die aas van bekers. Hè, de liefde voor geld leren voelen. He, want we zien geld vaak als iets vies, iets irritants. Waarom bestaat geld? En dat geeft een soort weerstand. Hè? Dan kan geld niet naar je toe komen. Je moet de liefde leren voelen voor geld. Leren dat geld niet meer is dan energie. Dat het een uitwisseling is hier op aarde. He, dus een ander perspectief gaan krijgen op geld. Zodat geld ook naar je toe kan stromen. En dat geld ook gewoon nodig is voor bepaalde zaken. Voor jouw levensbehoeften is geld nodig. En om plezier te krijgen en leuke dingen te doen in jouw leven heb je ook geld nodig. Dat is nou gewoon eenmaal een feit hier op aarde. En hoe eerder je dat gaat accepteren, hoe beter. Ik heb ook altijd in de overtuiging geleefd van ik haat geld. En ik wil geen geld en ik wil dat de wereld anders eruit ziet zonder geld. En ik ging mezelf alleen maar daarin tegenwerken en ik kreeg alleen maar meer schulden en meer gebrek. Totdat ik dus die perspectief ging omdraaien en ik de liefde ging voelen voor geld. Dat geld nodig is, dat het nou eenmaal hoort hier op aarde. Ja? We zijn mensen met geld hier op aarde. En totdat het niet veranderd is, zullen we het daarmee moeten doen. Zo simpel is het. En dan kunnen we gaan strijden en doen wat we willen hiertegen. Maar je werkt jezelf alleen maar tegen. Mensen die klagen over geld, hebben geldgebrek. Ja, want als jij genoeg geld hebt, dan hoor je de mensen niet. Ja, dus mensen die klagen, hebben geldgebrek. Die zouden meer geld willen. Die willen meer leuke dingen doen, meer leuke dingen kopen. Om jouw leven gemakkelijker te maken, om jouw leven leuker te maken, is er geld nodig. Want als jij bakken vol met geld hebt, dan klaag je niet. Zo simpel is het. En zo realistisch is het ook. Dus ja, wat vertel jij jezelf met de 7 van zwaarden? He, welke overtuiging hou jij vast over geld? Was jij net zoals mij? Geld is gewoon liever geen geld. Laten we gewoon met z'n allen gaan ruilen. Ja, maar dat is natuurlijk iets wat we niet kunnen realiseren in deze wereld. Tot zover zou dat misschien kunnen, maar het maakt je leven niet makkelijker. Om je leven makkelijker te maken, dan is er geld nodig. Heel simpel. Geld is nodig. En natuurlijk vanuit een spiritueel standpunt kan je zeggen het is niet nodig. Hè? Maar dan leef je alleen maar in het spirituele. Dan zit je daar te zweven en dan ben je niet hier op aarde met je beide voetjes. Ja, en om die middenweg daarin te vinden moet je die twee werelden combineren. Het spirituele en het aardse. He, dus accepteren dat jij hier als mens op aarde leeft om ervaringen op te doen. En daar hoort geld bij.
Ja, dus de liefde weer voelen, of leren voelen, voor geld. En dat zal een wereld van verschil geven. Vader van Staven. De koning van Staven. Een gepassioneerde koning. Ja, dus de passie en de liefde krijgen voor geld. En de overtuigingen van geld proberen te deprogrammeren, hè, te verwijderen. En het geldmiddel te leren zien als ja, dat het een ruilmiddel is hier. Hè. Het is energie, hè, dus dat mag in beweging blijven. Ruilhandel. Hè, dus je geeft geld en je krijgt er iets voor terug. En hoe eerder jij die strijd opgeeft hiertegen, hoe eerder geld naar je toe zal stromen. En hoe dat naar je toe zal stromen, dat is niet jouw zorg, daar zorgt Spirit voor. Als jij de weg vrijmaakt, hè, in jouw energieveld hierdoor, dan stroomt het naar jou toe. Dus niet meer in gebrek denken, niet meer in gebrek handelen. Nou, je krijgt nog een keer de Aas van Zwaarden. Ja, dus je komt dus voor een derde keer in een bepaalde situatie, in een gebreksituatie van geld. Ja, onderop nog een keer die Aas van Bekers. De synchroniciteiten hier. Dus het is ook divine timing dat jij dus nu een belangrijke les gaat leren. He, dus je schaduwkanten gaan bekijken wat betreft geld. En hoe dat in zijn werk gaat. Ja, dus je perspectief daarop veranderen. Dus de realiteit zien met deze twee aas. Of aas van zwaarden. Zodat die stroming richting jou kan komen. Wat ik al zei, driemaal scheepsrecht. Hè, dus voor een derde keer kom jij misschien in schulden terecht. Of zit je weer zonder geld. Ja, en nu is het dus belangrijk om jezelf daaruit te gaan halen. En dat kan heel simpel zijn. Kan heel simpel door jouw mindset gaan veranderen richting geld. Dus de 5 van munten samen met de 6 van staven zegt dus, hè, jij kan dit overwinnen. Jij kan dit gebrek overwinnen. Je krijgt daarbij de 2 van zwaarden. Dus het is echt iets mentaals ook. Dus in jouw fysieke wereld zie je dus iets ontstaan, een uitdaging. Hè? Dus bijvoorbeeld, je komt voor de derde keer in schulden. Of je komt voor de derde keer zonder geld bij de kassa te staan. Omdat je rekening leeg is. Het kan van alles zijn. Hè? Dus, maar het komt voor de derde keer op jouw pad. En nu is het de tijd, want je hebt kracht genoeg nu. Om dit te gaan veranderen. Dus jij weet nu ook dat je het op een andere manier kan bekijken. Het is echt mentaal gericht. Hè? Dus het gaat erom dat jij een bepaalde overtuiging of meerdere overtuigingen over geld mag gaan verwijderen. Hè? Loslaten. 2 van zwaarden zegt dus, hè, je ziet iets niet. Jij kan ervoor kiezen, zeg maar, om dit te veranderen. De buitenwereld gaat niet veranderen. Pas als jij verandert, verandert de buitenwereld. Want stel dat jij nou ineens 1 miljoen op je bankrekening hebt staan. Dan verandert jouw mindset meteen. Dan zie je geen gebrek meer. Je ziet niet meer de problemen met geld. Want je hebt geld. Je mindset is veranderd. Die overtuigingen die je had, zijn in 1 klap weg. En dan moet je je toch eens afvragen, hoe kan dat, hè? Dus die paar nulletjes op jouw banksaldo verandert jouw hele mindset. En de uitdaging voor jou is nu om die mindset zo om te draaien zonder die nulletjes op jouw banksaldo. En kan je dan vertrouwen dat die nulletjes op jouw banksaldo vanuit Spirit naar je toe komt? He, dus eerst geloven en dan zien.
Hè, want het kan dus wel, wanneer er een miljoen op je bankrekening staat, dan kunnen we ineens, patsboom, zo onze mindset veranderen in één klap. Hè, dat duurt nog geen seconde. Die mindset is veranderd. En lang leven de lol. En we kunnen doen wat we willen. Maar het kan niet zonder die 1 miljoen op je banksaldo. Waarom lukt het dan niet? Omdat het niet zichtbaar is. En er geen vertrouwen is dat het naar jou toe kan komen. Zo simpel kan het zijn. Maar het is onze overtuiging die zegt van ja, maar ik zie het niet. Ik zie alleen maar gebrek en ik heb alleen maar schulden. Ja, en dat is eigenlijk de frequentie die het verstoort dat het naar jou toe kan komen. Dat is iets wat je mag gaan leren zien voor jezelf. Ga het maar testen met jezelf. Maak er een spelletje van met jezelf. Zo ben ik ook ooit begonnen. Hè? Jaren geleden ben ik daar al mee begonnen. Ik zat ook altijd in gebrek, had altijd schulden. Ik moest iedere week, of nou ja, iedere maand dubbeltjes omdraaien om rond te kunnen komen. En op een gegeven moment was ik dat zo zat, want het brengt zo ontzettend veel stress. En ik kreeg een bepaald inzicht. Waar het vandaan kwam, Joost mag het weten, vanuit mijn gidsenteam natuurlijk, maar toen de tijd wist ik dat natuurlijk niet. En ik kreeg een bepaald inzicht van, ik moet leven als een rijke. Ik moet gewoon leven als een rijke, want elke keer als ik de stad inging en ik zag iets leuks, kreeg ik een enorm schuldgevoel. Ik heb zoveel schulden, maar ik wil zo graag dat truitje kopen. Hè? Dus ik gunde mezelf ook niks meer. Ik kocht niks meer. Het enige wat ik kocht ging naar mijn zoon, hè? Want die had dan kleding nodig. Je weet, kleine kinderen, hè? Dat slijt heel snel. Dus daar ging dan zeg maar het geld naartoe en ik cijferde mezelf compleet weg. En als ik dan in de stad liep, dan dacht ik, ach, ik zou zo graag dat truitje willen kopen. En op een gegeven moment kreeg ik dus een bepaald inzicht van leef als een rijke en zorg ervoor dat je niet meer kijkt naar het gebrek. Hè? Dus niet meer kijken naar wat je in de min staat. Maar probeer eens te kijken naar, verander dat, hè, visualiseer dat naar het groene, hè, dus naar het positieve. Dus dat ik geen gebrek had, maar bijvoorbeeld ik stond 300 in het rood en dan moest ik daar 600 in het positieve van maken. Hè, dus visualiseren, jezelf een beetje voor de gek houden is het eigenlijk. Maar het werkte wel. Het werkte echt. Toen ik dat eenmaal ging doen en ging shoppen gewoon. Van, nou, ik ging dat leuke truitje kopen waar ik misschien al weken naar zat te kijken. Ik ging het gewoon kopen. En ik ging me niet schuldig erover voelen. Ik mocht het kopen. Ik mocht het aantrekken. Ik voelde me goed. Dat ik eindelijk weer iets voor mezelf kon kopen. En dat moment switchte er al iets in mij. Er kwam geld naar mij toe. En vanaf dat punt zijn er dingen gaan veranderen. He, dus het is jouw mindset die je moet gaan veranderen, wil daar iets naar jou toe komen. Want anders blijf je in gebrek en blijf je in een cirkel hangen. Ik ben toen ook uit de schulden gekomen. Ik kreeg ineens meer uren op mijn werk. Waardoor ik dus gewoon normaal rond kon komen. Er gingen dingen veranderen. In mijn voordeel. Alleen maar omdat ik mijn mindset ging veranderen en mezelf een beetje ging bedriegen. Hè? Een beetje fantaseren daarover. Van, ik heb geen 300 in de min, maar 600 in de plus staan op mijn bankrekening. Ook al was het niet zo, maar ik overtuigde mezelf dat het wel zo was en het werkte. En zo ben ik uit de schulden gekomen. Maar je moet wel die kracht van 3 hebben. Je moet er echt in geloven, echt in vertrouwen. Want anders werkt het niet. Hè? Anders werkt het echt niet. Dat zeg ik, je moet er gewoon een spelletje van maken. Het is spelen met de energie. Son of Cups, dat is de ridder van bekers. Dat is een beetje overbelicht zo, maar...
Ja, die ridder van bekers, dat is die liefde naar jezelf toe brengen samen met de aas van bekers. Hè, dus bij de dood en wedergeboorte. Het is zodat jij een beter leven gaat krijgen. Hè, dus dan mag je jezelf een beetje in een andere wereld plaatsen die nog niet zichtbaar is, maar wel beschikbaar is voor jou. En wanneer je daarin gaat geloven en vertrouwen dat die wereld beschikbaar is voor jou, dan gaat het ook naar jou toe komen. He, dus heb jij altijd al een fantasie gehad, ik wil als een miljonair leven. Nou, ga dat nu doen. Begin als een miljonair te leven. He, dus verander die energie voor jezelf. Ja, ga de stad in en doe alsof je koopt voor honderden euro's. En doe alsof je het meeneemt naar huis. Doe alsof je die spullen hebt thuis. Het is een soort fantasieverhaal wat je creëert en je zal merken dat het naar je toe komt. Want het gaat om de energiefrequentie die je uitzendt. Dus als jij dus in die fantasie vrolijk en blij kan zijn dat jij als een miljonair leeft, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die miljoen echt op je bankrekening komt. En hoe? Dat is spirits werk. Jij moet ervoor zorgen dat je frequentie open staat op de juiste frequentie met spirit. Dit is de zes van munten. He, dus ja, breng het in balans. Breng het in balans. Breng jouw energie in balans. He, met spirit. He, dus dat moet in balans zijn. Die antennes moeten op de juiste frequentie staan met spirit. En dat is vreugde, liefde, genieten. He, de positieve energie moet jij creëren en dan komt het ook naar jou toe. En natuurlijk is het niet zo simpel dat het in één keer gaat, want overtuigingen, het ego kan behoorlijk sterk zijn. Maar ik zie dat jij al dus het een en ander al geprobeerd hebt. Want het komt niet hier op tafel voor de derde keer, zeg maar, dat je het al 2 keer eerder heb meegemaakt en nu mag je het voor een derde keer proberen. En nu gaat het wel werken. Want je bent krachtiger. Jouw energie is krachtiger. Dat zegt deze kaart. De kracht van 3 samen met de warrior. Dus je hebt hele krachtige energie nu om dit ook te bewerkstelligen voor jezelf. Dus ook dat geloof te creëren voor jezelf. Ook al is het nog niet zichtbaar. Dus wat ik zeg, jezelf een beetje leren te bedriegen voor jezelf, hè? Voor hetgene wat jij gaat ontvangen. En dat klinkt misschien heel raar, maar dat is manifesteren. Ja, manifesteren is eigenlijk niet meer dan een positieve vibe uitsturen. En wanneer jij dus continu aan gebrek denkt, dan is dat geen positieve vibe. Hè? Dus zorg dat jij een positieve vibe krijgt. En soms moeten we daarvoor onszelf bedriegen, ja. Maar dat is manifesteren. Je manifesteert eigenlijk en je doet alsof je het al hebt. En ook zo praten alsof je het hebt. Tegen jezelf, misschien wel naar de buitenwereld toe, kan jou het schelen. Het maakt toch niet uit, hè? Niemand hoeft te weten wat jouw werkelijke wereld is. Doe alsof het er al is. Doe alsof jij die miljonair bent als het daarom draait. En laat spirit zijn werk doen. Laat spirit zijn werk doen. Jij hoeft alleen maar je vibe te veranderen. Je frequentie in balans te zetten met spirit. Dat is het. Nou. Ik hoop dat je je inzichten hebt mogen ontvangen bij deze reading. Ik bedank je voor het kijken. Heb je meer ondersteuning nodig, dan kan je op de titel klikken van deze video. Dan kom je in de beschrijvingsbox terecht, waar alle informatie staat. En daar staat ook een link naar petjeaf.com. Daar maak ik de video's voor de leden. En heb je daar interesse in, dan kan je daar even een kijkje nemen. En dan wens ik je een hele fijne dag. En wie weet, tot snel. Doei doei!